Hallo mensen van ProGames AD 2012. We gaan vandaag weer MW3 spelen gezellig met jullie mensen. En dit is de commentary. Kill confirmed. We gaan starten. 3, 2, 1, start match. Nou, deze map hebben we al gedaan. Ik weet ongeveer hoe de map eruit ziet. Maar dat ik zo ga raken, dat is ook nog de vraag. Ik ben niet zo goed in het spel, hè, MW3. Dat hebben jullie in de vorige video wel gezien, dat ik echt heel veel kills had. Ik werd heel veel keer neergeschoten, maar we gaan proberen om vandaag een beetje ons best te doen. En te kijken of het vandaag wat beter gaat. Ik begrijp al heel veel, die ene heeft niet mij ook geschoten. Dus hij heeft naar het punt van mij gegaan. Ja, ik ga kijken, hij schiet er mee neer. Ja, slim, zie je hem geschoten. Maar het is gewoon een spelletje voor plezier, maar we hebben sniper, dus we kunnen misschien wat beter raken. Echt een hoek, kijk, ik ga met hier met de trap omhoog. Kijk, misschien kan ik hem niet raken. Hij gaat soms even nog de hoekjes vandaan, hoor. Maar mensen, die personen die hier en met Richard komen ook onverwachts van de hoekje vandaan. Dus, en dat zie ik dan hier, en dan word ik dus neergeschoten. Het zou niet zijn dat ik... Ik word vaak neergekild. Maar het is ook knap of je niet. Ik zie precies om de hoek. Maar ik kwam daar een lek tegen. Dus daarom is dat zo. Nou, we gaan gewoon verder als het leven zijn. We gaan gewoon als makkie. Dus, je ziet het in de chat schrijven ook. Nou. En als je een F aangeeft hier bij beeld, dan moet je snel F te delen een ander wapen. We gaan door de deur hier. Kijken. Kijken of hier iemand losloopt met sniper. Hier kan ik kijken, een beetje rondlopen. Oh, dat is iemand van mijn team. Nou, het is gewoon leuk dat we even voor een potje MW3 gaan spelen vandaag. Binnenkort heb ik iets leuks voor jullie. Wat we toch over hebben. Je kan vanaf morgen gastrollen sturen naar ProGames 2012. Dus je kan zelf een videootje sturen op mijn kanaal. Als je een gastrol wil doen op ProGames 2012. Ik heb de 155 abonnees bereikt. Dus ik heb 155 abonnees bereikt. Abonnees en... wat de fiets. Dat heeft me ook geraakt. Dus wij gaan gasrollen instellen. Op ons kanaal. Dus waar je naartoe kan sturen, gaan we even nog kort vertellen. In de video, alles komt in de beschrijving staan waar je gasrol naartoe moet gaan sturen. Dus voor ons kanaal te kunnen. Om ons videootje te mogen uploaden gasrol. Het liefst op een site waar ik hem af kan downloaden. Ik stuur de site in de beschrijving waar je dan naartoe moet sturen en hoe het een beetje werkt. Want ik heb een paar sites waar ik naartoe kan sturen. Af en dan nog kan ik het uploaden op YouTube. Enemy UAV spotted. Take care of it. De regels van om een gasrol te krijgen op ons video. Ik ga de maximale regels wat je aan moet voldoen om in een gas te komen. Praat veel. Video waar je veel praat. Tweede regel is, jouw video moet maximaal 720p zijn of 1080p. Wat is de maximale regel? Videokwaliteit. Ja. Er mag niet te veel geschold in de video zitten. Er mag ook niet te veel schelden in de video. Dat is ook een regel. Je woordje zoals kut mag je wel gebruiken. Of ik ben dom of oen. Mag je wel gebruiken.
maar niet van die erg scherpe kaal. Wat we niet gebruiken, dat accepteren we niet op ons YouTube kanaal. Dus dan jullie dat ook weten, dat die regel ook niet mag. Voor de rest ben je vrij te doen. Je mag van alles uploaden. Je mag zelf direct door. Want YouTube. En direct door gaat dus dan uploaden en is ook een beetje medebaas. Direct door op ons YouTube kanaal. Ben je geschikt voor het direct? En zo lijkt het je leuk. Are you UAV's online? Uploaden op ons YouTube kanaal. En lijkt je dat leuk om te doen als tweede baas, dan is het nu je kans. Neem contact met mij op via Skype. Met Skype, daar ga ik altijd behandelen met jullie. Ga ik altijd behandelen. Het enige dat je mij heeft toevoegd op Skype is op mijn oude naam. Op ProGames 2012 Skype heb ik nog niet. Maar gewoon op mijn oude naam. DJ20 op Skype. Dus DJ20. Dan kun je dit toevoegen. Dus dan kun je vragen stellen. Binnenkort, we zijn ook nog even regelen voor een partnership. Dus ons netwerk waar wij partner wil worden. Daar moeten we nog even met een persoon alles overleggen. Of dat kan. Of we een partnership kunnen krijgen. Dat zijn we dus aan het proberen alles aan te regelen. Dus voor een partnership zijn we dus ook nog bezig. En ons partnership wil uitbrengen op een livestream te krijgen. Alleen zullen we dat niet gelijk krijgen omdat daar te weinig onder zijn. Maar dat veel abonnees hebben. Het is heel veel. Aan wat abonnees heb je nodig voor een partnership te krijgen? Is partner worden van YouTube moeilijk? Nee, als je maar naar eisen voor. Natuurlijk, in de game krijg je een paar dingen anders. Zoals. Wat is nou precies anders? Met een gewoon partnership en met een game. Nou, één eerste doel daarvan is dat je de gewone partnership wordt betaald. Ja, AdSense. Maar heb je nou een gaming partnership, dan wordt je AdSense overgezet op een paywall. Je gaat toch op die AdSense voor je wat uitbetaald, maar dan wordt dat paywall. Dus je wordt uitbetaald op je AdSense, maar een gaming effect betaald via inkomsten worden daar uitbetaald via paywall. Dus daar ga je dan een paywall betalen. Dus dat is het enige voordeel met een partner gaming. Nog even over de vastgronden voor ons YouTube kanaal. Je mag van alles uploaden. Je mag, ja, het liefste hebben. We gaan kiezen de leukste persoon uit. En dan nemen we ook contact op. En misschien krijgen we een vaste serie voor ons kanaal. Dat je vast voor ons komt te zitten. Dan moet je L op precies op die dag de video. Dat kan je dan ook instellen. Ik vond het nu wel tijd dat de gas loopt. Enemy care package incoming. You have been defeated. So you last kill more. Punten gehaald, 350. Nieuwe optie erbij. Nou, dit was dit. Tot de volgende keer.